Roma-jongeren in Oost-Europa. Op het eerste gezicht lijkt er niet veel verschil met jongeren in Nederland. Maar in deze omstandigheden groeien zij echter op. Armoede en uitzichtloosheid, al enkele generaties. Hardnekkige uitsluiting en vooroordelen zorgen voor een doelloos bestaan. De Roma zijn met 10 miljoen mensen de grootste minderheidsgroep in Oost-Europa. Zij werken als dagloner in de landbouw en doen zwaar en eentonig werk dat slecht betaalt. Christian Roma Support wil deze vicieuze cirkel doorbreken. Door kinderen te stimuleren onderwijs te volgen. Door jongeren een vak te leren. Door jongvolwassenen te gaan helpen zelfstandig te ondernemen. Maak kennis met Mitko. Hij woont in een boerendorpje in Bulgarije. Hij woont met zijn ouders, twee broers, schoonzus en een neefje in een klein huisje met twee kamers. Mitko vertelt over de slechte financiële situatie van de familie. Op dit moment werkt hij in de landbouw als dagloner. Een onzekere en moeilijke situatie. Hij droomt van een betere toekomst. Mitko heeft de lagere school afgemaakt, wat heel uitzonderlijk is voor een Roma-jongen. Zijn vader is erg trots op hem. Met onze buildingprojecten willen wij jongeren zoals Mitko helpen. Buildingteams van professionals in hout- en metaalbewerking gaan naar Oost-Europa om les te geven aan jonge Roma. Ik hoorde van de training via mijn pastor en toen besloot ik om het te proberen, want ik heb een verlangen om te leren. Eerst leren deze jongens basistechnieken aan. Van de Nederlandse mensen heb ik geleerd om voorzichtig te zijn tijdens het werk. En om altijd heel precies te meten. En hoe ik hout moet zagen, precies op de lijn. En ik heb nieuwe gereedschappen leren gebruiken. Roma-jongeren leren producten te maken die geschikt zijn om te verkopen. Ik denk dat ik al goed genoeg ben in het hout bewerken. Ik heb ook een heleboel dingen geleerd die, denk ik, nuttig zullen zijn voor mijn leven in de toekomst. We hebben een hondenhok gemaakt, een duivenhok en een kippenhok. Als de trainingsperiode succesvol is afgerond, krijgen de jongeren een certificaat. Vervolgens kijkt CRS naar vervolgstappen. De lokale CRS-projectmanagers zoeken in het land zelf naar werk- en stageplekken. Ook stimuleren wij Roma om zelfstandig ondernemer te worden. Wij geloven in het potentieel van deze jongeren. Wij geloven dat God hen wil stimuleren om hun gaven te ontwikkelen en zelfredzaam te worden. Dit zal hun eigenwaarde verhogen en hun identiteit versterken. Wij willen met onze projecten nieuw leven brengen in Roma-communities. En een geest van ondernemerschap en vernieuwing. Wij bouwen aan een hoopvolle toekomst voor de nieuwe generatie Roma. Bouw je mee? Investeer via een geldbedrag. Of ga mee met een buildingteam.